De Antwerpse modeontwerpster Chris Janssens heeft haar zomercollectie voor 2013 voorgesteld. De collectie oogt kleurrijk en is aangepast aan de noden van de moderne vrouw. De zomer van 2013 is heel kleurrijk, zeer fris, heel fel. We hebben een thema fel groen met geel en een ander thema rood met roze. En wat specifiek is nu aan de mode is de kleedjes worden smaller. De smallere kokerkleedjes en dat dan afgewerkt met sjaaltjes. En ja, eigenlijk de kleedjes zijn ook altijd heel praktisch. Je kunt ze aandoen op een mooie zomerdag sportief met een sliffertje. En dan met een hakje kun je dan weer naar een receptie gaan of een feest. De collectie straalt ook altijd heel veel klasse uit. Het is altijd heel vrouwelijk en klassevol. Ik krijg heel veel complimenten van vrouwen dat ze zich in de kleding heel goed voelen. Ze kiezen de kleding ook voor klassevolle gelegenheden, familiefeesten, recepties, een belangrijke vergadering op het werk. Janssens heeft bij het ontwerpen nagedacht hoe ze de vrouw van vandaag kon helpen om praktisch en gekleed door het leven te gaan. Iedereen heeft het altijd maar drukker en drukker, dus de kleding moet vooral praktisch zijn. Mensen reizen ook veel, dus je kunt kleedjes gerust in een bolletje in je valies je was die en je kunt die terug aandoen. Dus het is eigenlijk heel, heel praktisch voor ons vluchtige leven. Je kan snel mooi zijn met die kleren. De ontwerpster kiest voor kleur in haar ontwerpen. Mensen komen naar hier voor kleur. Ik vind een vrouw moet kleurrijk gekleed gaan. Van kleuren, dat geeft energie, daar worden we goed gezien van. Ik vind als je een fel kleurtje draagt, dan heb je meer energie dan als je zwart draagt bijvoorbeeld. Het accent in de zomercollectie ligt op accessoires die combineerbaar zijn met haar ontwerpen. Ik heb deze keer heel veel fijne pulletjes in de collectie, topjes, gecombineerd met smalle broeken en dan daarnaast alle kleedjes. Meer en meer ontwerpen de ontwerpers minder modegevoelig en stappen ze soms af van de trends. Het gaat meer en meer om de stijl. Dus de kleding is tijdloos. De bedoeling is als je eens dat je een stuk koopt, dat je het echt gedurende een lange periode kunt dragen. Het is niet voor één seizoen dat je het koopt. Je koopt echt voor een lange tijd van te genieten. Mensen nu kleden zich meer naar gelang de gelegenheid. Je hebt heel veel verschillende kleedgelegenheden. Je hebt cocktailjurk, avondjurk, sportieve kleding. Je hebt echt, vroeger als ik 16 was, dan was het de pul met de V-hals in alle kleuren. Maar nu heb je het cocktailjurkje, het gewone kleedje, het vakantiejurkje, de sportieve outfit. Je hebt echt heel veel verschillende kleedmomenten. Dus mensen hebben meer kleren nodig. En ze willen er ook altijd anders, altijd nieuw voor de dag komen. Mensen doen regelmatiger nieuwe dingen aan, dus er is ook een trend dat de kleding iets minder duur is. Ze willen veel kleren ze geven minder geld uit aan één stuk. Maar ze kopen meer kleren, omdat je meer die verschillende kleedmomenten hebt.